fase in de blessuretijd afgelopen weekend ten onder tegen Ajax, terwijl ze heel goed speelden. En Utrecht, wat eigenlijk heel knap presteert, die kregen toch wel een aardig tikkie thuis tegen PSV. Nu, kans op revanche in de beker. Cambuur Utrecht met Mark van Rijswijk. In de Eredivisie troffen beide ploegen elkaar ook al in Leeuwarden. Toen won Cambuur met 3-1 van FC Utrecht. De eerste lange bal gaat richting Rietsmaier. Bakker krijgt hem uiteindelijk, maar schiet net naast. Geen hemmen bij Cambuur. Dat is toch een groot gemis. Zeker als je kijkt naar het scorend vermogen van de ploeg. Waarvoor Cambuur toch redelijk afhankelijk is van hemmen. Bulthuis, hij kreeg rood afgelopen weekend tegen PSV. Net als de Ridder, maar allebei wel beschikbaar in dit bekerduel. Oor komt er dan makkelijk langs. Hier is de Ridder. Die legt klaar en dan met het nodige geluk gaat de bal via Nienhuis uiteindelijk in het doel van Cambuur. Een eigen doelpunt van de keeper van Cambuur. Duplan schiet. En via de paal en Nienhuis komt Utrecht dus gelukkig op een 1-0 voorsprong. Dan bijna een eigen doelpunt van Bulthuis. Bakker in de rebound. Maar die ziet dat uiteindelijk Robin Ruiter de bal in zijn handen heeft. En Dwight Lodewegen ziet dat zijn ploeg wel kansen krijgt. Maar ja, wie schiet er meer in nu Hemmer er niet bij is? Ook deze gaat er weer niet in. Speelde overigens wel een goede wedstrijd, Erik Bakker. Van der Marel als Utrecht probeert de wedstrijd te beslissen. Diemers, oudspeler van Cambuur, legt op Ayoub. Hij scoorde nog in de Eredivisie in Leeuwarden. Maar ziet dit schot toch ruim naast gaan. Utrecht krijgt wel wat kansen. Maar Cambuur over het algemeen de beter voetballer en de gevaarlijkere ploeg. Maar af en toe de snelle uitbraken van Utrecht. Met hier het zoeken naar Ayoub. De man toch van de ideeën. De versnelling. Het terugleggen. Daar is de Ridder. En de Ridder maakt er 0-2 van. Knap afgemaakt door de spits. Die komend weekend, net als Bulthuis in de Eredivisie, dus zal ontbreken, maar nu nog belangrijk is. Dan het vuurwerk. U hoort het. Gegooid in de buurt van de assistent scheidsrechter. Daarom staakt Liesveld de wedstrijd. En u ziet Wouters. Hij wijst op zijn voorhoofd. Want terwijl Utrecht voorstaat, gooien zij de supporters van Utrecht met vuurwerk. De wedstrijd gaat weer verder, maar Utrecht zal ongetwijfeld een flinke boete krijgen. Kan de club toch niet gebruiken. Oebelen Schokker dan nog, maar ook hij scoort niet. En zo ligt Cambuur uit de beker en gaat de ploeg van Jan Wouters naar de volgende ronde. Naast IJsselmeervogels was er nog...